wel gewoon echt een stuk hier dat iedereen, kijk, iedereen is foto's aan het maken. Er zijn een vogeltje aan het redden. Een musje. Oh, hij is zo klein. Vreselijke kutzooi, want onze bagage ligt nog in Kuala Lumpur. Dus ze hebben een fout gemaakt. Vlog. We zijn ondertussen bijna gearriveerd in Uluwatu en we gaan gelijk door naar de beachclub Omnia. Dus we checken vanavond in ons hotel, want we blijven hier ook 2 nachten slapen in het Pink Coco Hotel. Alles is pink. Ik heb ondertussen een zweetaanval gekregen in deze auto, want we zitten echt wel... Ruik je me? Dat kan echt niet. Ik ruik nooit naar zweet. En dit schijnt echt een hele mooie plek te zijn. Dus ik ben benieuwd. Witte stranden. En dit is geen strand. Ja, nou, hier in Uluwatu is wel alles witte strand. Die beachclub schijnt heel hoog te zijn en een heel mooi uitzicht. Weet ik het allemaal, we zien het zo wel. Dus... Zo mooi, niet te doen. Gewoon dit uitzicht wat ik heb, het beste. Ik ga wel gewoon echt een stuk hier dat iedereen, kijk, iedereen is foto's aan het maken. Echt iedereen. Wat ik ook echt snap hoor, want niet dat ik daar geen foto wil, maar het is wel grappig dat dit echt zo'n Insta hotspot is. Dat is echt, ik vind het sowieso echt grappig. Hoe je nu tegenwoordig gewoon alles zo ontdekt via Insta en zo, door al die mooie foto's en die plekken. Dat is echt bizar. Deze mensen maken allemaal foto's. En ik zit nu op een taxi te wachten, want we gaan hier pleithuizen. En dan gaan we naar ons hotel inchecken. Oh, top. En... ja, we gaan nu trouwens, dat is ook echt nog een tip. Je hebt hier de app Crab, zo heet dat. Dat is een soort Uber. Alleen dan hier in Indonesië heet dat. Yes, that's okay. Dat is, dat heet Crab. G-R-A-B. En dan heb je echt, best wel goedkope taxis. Hier is het natuurlijk niet echt duur. Maar zoals nu zitten we in de normale, dan betalen we... 150.000 roepia. En met zo'n crab had het iets van 40.000 roepia geweest. Dus het scheelt wel. Dus een tip. Download die app. We krijgen een welkomstdrankje. Nee. Overal krijg je hier van die lekkere... Turkse thee. Turkse thee. Van die doekjes om je handen schoon te maken, schat. En dit spuit je in je gezicht. Wat zullen we doen? And what time you stay in Omnia? A couple of hours. Okay. Ik moet even wat tekenen. We gaan hem opzoeken. En ik heb een armbandje gekregen, kijk. In het pink. Schat, we hebben wel echt een bijzonder bed. Ja, heel bijzonder. Nou, dit is zo romantisch. Nou, kijk nog wat gaat gebeuren. Wees nou maar niet bang, er komt geen mug doorheen door dat ding hoor. Kijk hoe leuk, alles pink, coco. Pink loco. Pink loco.
En dit alles is de pink, logo. Badkamer. Logo. Ook pink. Wat vind je knap? Ook pink. Wat? Vind je die knap? Wat vind je knap? Wat vind je knap? Ik heb voor het eerst niet gesprongen. Oh mijn god, echt. Alleen een rug hier hoor. Er zit hierheen. Hey! Oké, we gaan even lekker slapen. Even ons dingetje doen. Wat voor ons dingetje? Your ass is bigger than mine. Ja, natuurlijk, mijn bigger than jou. Lullo. Yes. We hebben een scootertje gehuurd. Want je merkt hier wel dat alles een beetje lange wegen zijn voordat je wat tegenkomt. Dus ik denk dat Uluwatu wel de meest rustigste plek is die we hebben gezien hier in Bali. Dus 2 dagen hier zitten vinden wij wel echt genoeg. Want we zitten nu hier voetbal te kijken op straat aan een supermarkt. En ik dacht, ik neem weer die lekkere granola die ik toen van Ferdi had gehad als snack. En nu zitten we hier te chillen met z'n tweeën aan de weg. Leuk. Ja, hier Sunday's Beach. Good morning. Nou, je vind ik. Ja, yeah, Sunday Beach. Thank you. Thank you. Jeff en ik zijn gaan scooteren naar Sunday's Beach Club. Daar rechtdoor, schat. Ja. Ja. Nice. Parking on the side. Het is hier wel mooi. Hè? Het zijn villa's, man. Het zijn echt villa's, ja. Waar was ik gebleven? Ja, het was 20 minuten met de scooter. En ik heb echt medelijden met de scooter. Het gaat echt zulke hellingen op en zulke naar beneden. Hij komt. Terug, hè? Hè? Zeg jij ook nog hè? Hebben ze een lift hier? Wow, zo mooi. Mooi blauwe zee. Nee, schat, jij wel aan het zwembad. Oké, het is hier echt zo verschrikkelijk mooi, niet normaal. We gaan straks met een lift naar beneden. We staan nu in een rij. En dan komt daar een liftje omhoog en die brengt ons naar beneden. Patatje besteld. Wat? Nou, ik had zo'n zin in patat, niet normaal. En ik zit te bedenken om een tattoo hier te gaan zetten in Bali. En we zijn nu even aan het kijken wat en waar. Nou, ga ik dit gewoon weer doen in het buitenland? Ik zet altijd in het buitenland een tattoo. En dat bevalt me eigenlijk prima. Wij gaan nu weer met de scooter terug naar ons hotel. Dan heb ik een afspraak gemaakt bij de spa. Ik krijg een cream bath behandeling in mijn haar. En Jeffrey massage. En ik heb trouwens een nieuw pakje aan van Chica's Winnie Alice. Dat is een top met een rokje. Dus dat topje heb ik erin zo. En dan wordt het een soort van jurkje. Leuk hè? Jeff en ik zijn ready voor de spa. Ik denk dat mijn haar zo vet is als een... Ik kan hem niet echt vergelijken, maar het is super vet mijn haar. Maar dat maakt niet uit, want ik krijg nu een haartreatment. Dus dan neem ik aan dat meteen mijn haar wordt gewassen. Hoop ik. En ik moet nu uitkijken dat ik niet op mijn bek ga. Want ik liep gisteren naar de spa toe om een afspraak te maken. En ik ging echt keihard op mijn plaat. Want er liggen hele hoge stenen. En ik zat natuurlijk weer op mijn telefoon. En nu heb ik serieus last van mijn arm. Oké, we gaan nu... Ik heb een jurkje aan van mijn moeder. Maar als het goed is, zie je mijn tepels. Dus ik doe het even zo. En ik heb geen idee waarvan die is.
dit was echt heel lekker. Ik werd echt helemaal gemasseerd en een vriendje had een goede behandeling. En we hebben gewoon ontdekt dat we hier in het hotel sushi kunnen bestellen. Je hebt hier gewoon een sushi bar. Wat een tophotelletje, schat. En we zien die man het net maken, het is ook echt super vers. Ik denk dat Jeff en ik beter in Japan kunnen gaan wonen, want we zijn inmiddels gewoon echt een soort van sushi. Wow, fucking veel. Chill. Die hele rij is sushi. Jeffrey en ik zijn iets aan het doen wat helemaal niet de bedoeling was, zou zijn. We zijn onderweg met de taxi weer naar Ferdy's Place. Anders hadden we dat morgenochtend moeten doen en we doen het liever nu, want dan hebben we het gewoon gehad. Dus ja, we zijn straks weer lekker in Canggu. We zijn weer lekker bij Ferdy. Hi. En super lief, ze heeft al zijn wasjes gedaan. Echt lief. En kijk wat hier op de muur zit. Hij is zo groot. Wow, Jeff. Ja, natuurlijk is hij echt. Kijk, dit is een kleintje. En dat is die grote. Jeff, hij is fucking groot van dichtbij. Hier lijkt hij echt klein. Hij is nog groter. Oké, we zijn super moe. Het is nog niet eens 11 uur. Ik ga lekker slapen doen. Nederland is. Oh, ik weet niet wat er met me aan de hand is, maar ik kom mijn bed niet uit. Het is 10:30. Ik heb nog nooit tot zo laat geslapen deze vakantie. En ik kan gewoon nu weer wegvallen. Maar dat wil ik echt niet doen. Want het is onze laatste dag. Dus we moeten eruit, schat. En dan gaan we lekker bij Vince Club liggen. Want ja, dat vinden we wel de meest chille tent. Dus. Oh ja, en morgenochtend ga ik een tattoo zetten. Ik heb een afspraak gemaakt. En dan vliegen we morgenavond naar huis. Dus dit is zeg maar nog de laatste hele dag die we hebben. Ja. Oh. Oké, ik ga nu douchen. Dit is echt zonde. Ja. We zijn een vogeltje aan het redden. Een musje. Oh, hij is zo klein. Oh. Oké, hij ligt hier nu op mijn schoot. Hier. Hij vindt het heel lekker in het holletje. Hij ligt nu te slapen. En als hij wakker wordt, dan vraagt hij om eten. En dan geeft hij hem steeds een beetje rijst. En ja, we denken dat hij echt is gevallen of zo. Want ik weet niet. Hij kan ook niet echt met zijn vleugeltjes bewegen. Maar ik denk ook eerlijk gezegd dat deze misschien 3 dagen oud is. Misschien nog niet eens. Want hij is zo klein. Dus we kunnen hem hier echt niet laten. Want dan gaat hij echt dood. Dus we moeten even kijken wat we nu gaan doen. Wij zijn thuis. We zijn inmiddels omgekleed. Lekker. Mijn haartjes zijn nog nat. En ik heb even snel mijn jurkje en blouseje aangedaan. En die heb ik in mijn Sarah rokje verstopt. Dus, want we gaan eten bij... Sta je nou naakt? Nee, toch? Sta je naakt, schat? Nee. We gaan eten bij het restaurant Bamboo in Seminyak. Daar wou ik nog heel graag eten, want dat is een beetje hetzelfde als Dynasty in Amsterdam. En ik hou van het eten. En ondertussen gaat het goed met de musjes. We hebben ze meegenomen. Kijk, ze zitten nu hierin te slapen. We hebben ze net nog even wat kunnen eten geven. En ja, ik ben wel blij, want Ferdy die kent hier een vrouwtje. Dus die komt morgen deze musjes ophalen. En dan krijgen ze gewoon goede zorg en zo. Want ja, ik weet niet echt verder hoe dat allemaal werkt hier. En ik kan moeilijk vogels gaan opvoeden en meenemen in het vliegtuig. Dus ik had het graag gedaan. Maar ik ben blij dat dat gewoon nu is opgelost. Schoenen. Dus. Wauw. Mooi, man.
Ronde 2 krijgen we nu. Het eten is hier zo niet normaal lekker. Oh yes, a little bit. Is het pittig? Rot op. Dat voorgerecht net was echt niet normaal lekker. Oh my god. Oké, ik ben dus door al deze mensen nu al in de tattoo shop beland. Het is 1:30 en deze was nog open. Dankzij Benny. Ik heb echt een super rode kop. En we zijn nu het ontwerp aan het maken. En ze hebben hier een aapje. Die zit daar op die man. En een krokodilletje. Waar is die krokodil? Hij is een sequoia. Oh my god. Hij is een sequoia. Ze hebben hier een mini krokodil. Oh. Dit krijg ik op mijn arm. Oh. We zitten nu in de taxi. En ik heb mijn debuut op een vlog. Ik heb mijn tattoo hoor. Die laat ik jullie zo zien. Want dat kan je hier niet zien. En we zijn nu. Waar gaan we heen? La Favela. En dan was er een local tent. Nou, het schijnt wel de bekendste tent van Bali te zijn. Uitgaan. Toch? Ja, ik ben 1 keer geweest. Is local. Ja, allemaal gekke local. Goedemorgen. Bootje is net wakker. Huh? En deze mevrouw hier. Die gaat straks de musjes meenemen. Want we hebben ze een eitje net gegeven, ook eens eten. En volgens mij gaat alles best wel goed. Dus die vrouw gaat ze zo meenemen. En dan geeft ze het aan een verblijf hier. En dan krijgen ze daar waarschijnlijk wormpjes en alles. En oh, kijk, die man legt nu dit erbij. Zodat ze voelen alsof ze in een nestje liggen. Oh. Kijk, ze zitten daar nu in. Nu krijgen jullie een goed leven. Oh, dat is goed zeg. Ja. Nou, dan voel ik me daar gelukkig goed over. Nou, gooi het over de rekening. Nee. Oké, en ik heb mijn tattoo nog helemaal niet goed laten zien. Dit is hem. En er staat et tempus vitae, als ik het goed uitspreek. Dat is Latijns en dat betekent voor het leven. Leuk hè? Ja. Ik vind het ook echt heel mooi dun en fijn gezet, want daar hou ik van. Ik hou echt van een, net zoals deze. Ja, helemaal blij mee weer. En dit is mijn laatste ontbijtje voor vandaag. Dan gaan we nog even, denk ik, naar W. Want ik moet Helvrie slaappillen eentje aan Wout geven. En dat was ik gisteren vergeten mee te nemen. En dan koffer inpakken. En dan nog wat spulletjes halen. En dan moeten we naar huis. En volgens mij ben ik ook 5 kilo aangekomen. Aan mijn gezicht te zien. Ja, fuck it. Vakantie, ja. We are walking to the W Hotel. And that's over here. Let's go to the airport. Jeffrey is aan het rijden, links. En oh mijn god, dat is hier echt wel een beetje spannend. Maar het gaat volgens mij wel. En dan gaan we nog even langs een winkeltje wat dingetjes halen voor thuis. Want hier heb je echt van die doeken die je om je heen kan wikkelen en armbandjes. Gewoon even voor iedereen wat meenemen. En dan eerst naar Kuala Lumpur. En dan van Kuala Lumpur to Amsterdam. We lopen nu op de airport en deze airport is echt zo mooi. Kijk, hier heb je de Gucci. Hier de Mont Blanc. Daar heb je Marc Jacobs. Dit is echt een veel mooiere airport als bij ons. Sorry Schiphol. Maar het is waar. En ik heb echt heel erg zin in vettigheid.
Ja. Schouder hierbij. Ja. En ik heb echt zin in McDonald's gewoon. Dus dat gaan we even scoren. Oké, we zijn nu op de luchthaven Kuala Lumpur. We hebben een uur vertraging gehad. Dus dat vliegtuig waar we in overstappen, dat is nu op ons aan het wachten. Zoiets. En dan nog 13 uur denk ik. Naar Amsterdam. Dat ding valt bijna van mijn nek. Dus ik ga straks lekker een slaappilletje nemen. En dan hoop ik dat ik gewoon zoveel mogelijk slaap die vlucht. Miste, heb je wat gezien? Ja? Mijn schatje. Hey, hi mam. Oh ja, ik moet, ja, dit is... moet een foto voor jullie maken. Nou, dit is dus echt een vreselijke kutzooi, want onze bagage ligt nog in Kuala Lumpur. Dus ze hebben een fout gemaakt. Ik moet even een foto van. Nu moeten we dit thuis gaan invullen en dan wordt onze bagage naar ons thuis bezorgd. Maar dit is wel echt kut, want allemaal belangrijke dingen zitten erin. Fuck, jongen. Dit is echt kut. Nou ja, het is niet anders. Hebbel. Oké, foto. Oh. Ik ben echt helemaal kapot, maar ik moet meteen door naar Sarah nu, want het is al 9 uur. En ik had een afspraak om 9 uur voor mijn wenkbrauwen, want zij gaat naar Ibiza. En ik heb bijvoorbeeld een spiegel. Ik kan mijn telefoon niet draaien. En wow, what the fuck. Omdat zij naar Ibiza gaat vanavond, ik zeg ik moet je zien voordat je weggaat, anders kan ik 4 weken niet voor mijn wenkbrauwen. Nou, direct door uit het vliegtuig. En het is weer gedaan. Helemaal mooi. En Saartje gaat lekker naar Ibiza. Ibiza! Oh, en ik mag echt niet zeggen dat ik jaloers ben, maar ik ben er stiekem wel een beetje. Oké, ik ga nu even snel boodschappen doen en dan ga ik lekker douchen. En dan rijd ik meteen door naar Kelly thuis, haar huis, haar nieuwe huisje. En dan gaan we lekker chillen in Vinkveen. Kijk hoe leuk, een paarse, een witte, donkerpaars, geel, die heb ik al rood, en deze rode, superleuk. Welke gaan we aandoen? Het is dit geworden, wat we nog in onze kast hebben liggen. En wat Jeffrey ook even zei, onze zonnebrillen. Fuck my life. En dat vind ik echt heel erg, want Tom Ford zonnebril zit erin. En je nieuwe Ray-Ban. Ja, maar die Tom Ford vind ik wel echt nog even iets erger. Het is trouwens deze paarse bikini geworden. Auw, je zit in mijn kont. Douchegebol. Kijk, leuk hè? Kijk, de kids zijn er. Leuk hè? En het broekje is ook zo. Zeg maar. En het jurkje is echt ongestreken. Alles ongestreken in onze kast. Ja, erg is, want ik heb nog nooit gestreken. We hebben de hele dag gechilled. Ik heb inmiddels gedoucht. Oh, en we beginnen te vloggen. We gaan opschieten. We hebben nog niet eens een planning. En we zijn al de hele dag met deze mensen. En het is 8:50. En ik denk dat ik mijn jetlag erg begin te voelen. Want ik ben echt moe aan het worden. En we zitten nu in Dupio waar we moeten gaan eten nog. En Rebecca lul voor me. Zag hem aan vertaald toch? Hey, ik zeg gewoon lekker McDonald's. Ja, jij trakteert. Ik ben zo erg aangekomen. Hey liefde. We gaan gewoon weer terug naar Bali hoor. Oké, ik heb me ertoe gezet. Ik heb me omgekleed. Ik loop wel nog op mijn slippers. En ik heb ook nog mijn ideale tasje. En het is echt ineens heel erg koud. En ik ben niet de enige die het vindt. Het is echt koud, dus Jeanette. Die heeft ook gewoon een broek aan gedaan. En ja, het is dus nu eigenlijk voor mij. Maar dat moet ik natuurlijk niet steeds zeggen. Maar oké, de eerste dag is wel gewoon even moeilijk, toch? Het is dus nu voor mij 4:15 s'nachts. Ja, en dat voelen we wel. Maar gewoon even doorzetten. We gaan trouwens bij Palladium eten. Dus daar zijn we nu bijna. Hi boys. Zijn we in Bali? Ja, precies in Bali dit. Hi mooiste man.
ergens in de hemel of zo, want ik ben zo moe. Oh my god. Ik ga nu slapen en ik ga deze vlog ook afsluiten. Ja, dit was alles van mijn vakantie. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. Ik zal binnenkort nog snel een vlog online zetten over alle tips, over alles hoe of wat in Bali. Omdat ik best wel veel berichtjes krijg op mijn Instagram en ja, het is gewoon even wat makkelijker dan. Dus die zien jullie binnenkort. En weer mijn normale Nederlandse dagelijkse back to the reality shit. Ik weet allemaal niet, de duimpje omhoog te doen. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even hieronder. Tot snel!